Kijk, dit is het archief van mijn opa Sam. Alle documenten die bewaard zijn gebleven, heb ik in chronologische volgorde opgeborgen. Zo krijg je een beeld van zijn leven. En dit document vond ik per toeval in de servieskast bij mijn oma. Ze had het altijd bewaard en er nooit over verteld. Het was van levensbelang. Het is vrijdag 3 juli 2020 en ja, vandaag verbaas ik me over diep geworteld racisme. Gisteren keek ik de film The Free State of Jones over Newton Knight en de opstand die hij organiseerde tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog 1861-1865. Met ontsnapte slaven, deserteurs en arme boeren stichtten ze in het racistische zuiden een vrijstaat waar iedereen gelijk was. Ze hielden stand tot het einde van de Burgeroorlog en de slavernij officieel werd afgeschaft. Maar het racisme bleef, zat onderhuids, ging deels ondergronds en werd openlijk in rassenwetten vastgelegd. Het legitimeerde de haat en de illegale lynchpartijen. Nou, in de film wordt een nazaat van Knight in 1950 veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. Hij trouwde een blanke vrouw, terwijl hij voor 1/8 afstamde van een slavin. Een zwaar misdrijf. Ik moest denken aan het formulier dat ik in 1991 vond in een kast bij mijn oma op zoek naar gebaksvorkjes. Ze was 89 geworden. Nachweis der arische Abstammung. Ze had het altijd bewaard. Ze was met een Joodse man getrouwd. Het bewijs van haar zuivere afstamming uit 43 was hun redding geweest. En de mijne dus ook. Ik verbaas me over de wortels van racisme. Geïnstitutionaliseerd, onderhuids of ondergronds. Zou het eigenlijk een soort virus zijn dat altijd weer de kop opsteekt? Is er een vaccin tegen? Ik draag deze verbazing op aan mijn oma Ella, die verliefd werd op een Joodse man en er geen dag spijt van kreeg. Nou, meer verbazingen. Abonneer je op het YouTube-kanaal van de Toekomstfabriek en wil je de tekst nalezen? Check mijn LinkedIn-pagina. Tot een volgende verbazing. Thank you.